Here ingaan. Since the fall of Adam, those gates had been closed. Sinds de val van Adam waren die poorten gesloten geweest. But now a son of Adam stands before them. Maar nu staat een zoon van Adam voor die poorten. But not only a son of Adam, one greater than Adam stands before them. Maar niet alleen een zoon van Adam, iemand die veel groter is dan Adam staat voor die poorten. And he commands them with a voice like mighty waters. En hij gebiedt hen met een stem gelijk aan machtige wateren. To be opened. Om zich te openen. And they obey him. En ze gehoorzamen hem. And as he walks up to the throne of God. En als hij dan wandelt naar de troon van God. All of heaven falls on its face and worships. De hele hemel buigt ter aarde en aanbidt. And he sits down at the right hand of the majesty on high. En hij neemt plaats aan de rechterhand van de Heere in de hemel. It is finished. Het is volbracht. It is finished indeed. Het is waarlijk volbracht. The Son of God has made atonement for sin. De Zoon van God heeft verzoening gebracht voor zonden. And now he commands all men in every place to repent and believe the gospel. En nou roept hij alle mensen van alle plaatsen op om zich te bekeren en het evangelie te geloven. He calls all men everywhere to repent and believe the gospel. Hij roept alle mensen overal op om zich te bekeren en het evangelie te geloven. He promises eternal life to all men who believe the gospel. En hij belooft eeuwig leven aan allen die het evangelie geloven. You say to yourself, can it be true? Can it be true? En u zegt vanavond misschien ten aanzien van uzelf, kan dat waar zijn? Kan dat waar zijn? Is it for me? Is it for me? Is het ook voor mij? Voor mij? He commands all men everywhere to repent and believe the gospel. Maar hij roept mensen overal op om zich te bekeren en het evangelie te geloven. You say, oh, but I cannot come. Maar u zegt misschien vanavond, ik kan helemaal niet komen. He commands all men everywhere to repent and believe the gospel. Maar hij gebiedt alle mensen overal om zich te bekeren en het evangelie te geloven. Let me say something about total depravity. Ik wil iets zeggen ten aanzien van de totale verdorvenheid. It is a true doctrine. Dat is een waar leerstuk. Men are totally or radically depraved. De mens is geheel en vanuit de wortel verdorven. And all men are born in sin. En alle mensen worden in zonde geboren. And all men are haters of God. En alle mensen haten God. And men cannot come to God. En de mens kan niet tot God komen. All of that is true. Dat is allemaal waar. All of it. Alles. And do you know why they cannot come? En weet je waarom ze niet kunnen komen? Because they do not want to come. Omdat ze niet willen komen. And they do not want to come because they hate God. En ze willen niet komen omdat ze een hekel hebben aan God. Regarding Joseph's brothers, it is said they could not speak a kind word to him. Over Jozefs broers staat geschreven dat ze niets vriendelijks over hem konden zeggen. Could they not talk? Yes, they could talk. Konden ze dan helemaal niet praten? Ja, ze konden echt wel praten. Then how is it they could not speak a kind word? Hoe is het dan mogelijk dat er staat dat ze geen vriendelijk woord over hem konden zeggen? It says because they hated him. Er staat omdat ze hem haten. They hated him and therefore could not speak a kind word to him. Ze haten hem en daarom konden ze geen vriendelijk woord over hem uitspreken. The Bible says the same thing about men. En precies hetzelfde zegt de Bijbel over de mens. That men cannot come to God because they will not come to God. Dat de mens niet tot God kan komen omdat de mens niet tot God wil komen. And they will not come to God because they hate him.
En ze willen niet tot God komen omdat ze hem haten. And they hate his commands. En ze haten zijn geboden. And they hate his laws. En ze haten zijn wetten. And the more they learn about God, the more they hate him. En hoe meer ze over God leren, hoe meer ze een hekel aan hem krijgen. And the more they learn about his commands, the more they hate them. En hoe meer ze leren over de wetten van God, hoe meer ze die ook gaan haten. That's what the Bible says. Dat is wat de Bijbel zegt. But now let me ask you a question. Maar laat me nu jouw vraag beantwoorden. Are you sitting here tonight going, I've learned more about God tonight? Zit je hier vanavond zo van, ik heb meer over God geleerd. And I hate him more than ever. En ik heb nu nog meer een hekel aan hem dan voorheen. Is that what you're saying? Is dat wat je zegt? Then there's no hope of salvation for you, at least tonight. Dan is er vanavond geen hoop op behoudenis voor jou. Are you saying tonight, I've learned more about the will of God tonight? Zit je hier vanavond en zeg je, ik heb meer geleerd over de wil van God hier vanavond. And I hate the will of God more than ever. En ik haat de wil van God meer dan voor deze avond. Is that what you're saying? Is dat jouw reactie? Do you hate him that much? Heb je zo'n hekel aan hem? Or are you sitting here tonight going, I'm lost. Of zit je hier vanavond en zeg je in je hart, ik ben verloren. If I die right now, I'll go to hell. Als ik nu sterf, dan zou ik naar de hel gaan. Wow, what I've learned tonight is that God is holy. Maar wat ik vanavond heb geleerd is dat God heilig is. But he sent his son. En dat hij zijn zoon heeft gezonden. What a marvelous son. Wat een heerlijke zoon. What a great thing he has done. Wat een machtig iets heeft hij gedaan. Could it be for me? Zou dat voor mij kunnen zijn? I want it so much. Ik wil zo graag dat hebben. Did he die for me? Stierf hij voor mij? I want to be saved. Ik wil behouden worden. I long to be saved. Ik verlang ernaar om behouden te worden. He seems so precious to me now. Ik zie nu vanavond hoe dierbaar hij voor mij is. If that's you, als dat jou beschrijft, if that is you, als jij je daarin herkent, if you desire to be saved, als je een verlangen hebt om behouden te worden, if you desire to know him, als je een verlangen hebt om hem te kennen, then yes, he did die for you. Ja, dan stierf hij voor jou. Yes, this promise is for you. En dan is de belofte voor jou. Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Geloof op de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. That whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Jesus said, come unto me all you who are weary and heavy laden and I will give you rest. Jezus heeft gezegd, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Those who come to him he will not cast out. Degene die tot hem komen zal hij op geen enkele wijze wegsturen. But you say to yourself. Maar misschien zeg je tegen jezelf. Are you thinking about me? Denk je aan mij? You're saying, but that superficial American preacher doesn't understand something. Misschien zeg je, ja, deze Amerikaanse prediker die begrijpt iets niet helemaal goed. What if my repentance isn't real? Wat als mijn berouw niet oprecht is? What if my faith isn't real? Wat als mijn geloof niet echt is? What if everything is just superficial? Wat als alles bij mij zo oppervlakkig is? Then come. Kom. Come. Kom. You say, well, how will I know that it's real? Je zegt misschien, maar hoe weet ik dan dat het echt is bij mij? You will know them by their fruits. Je zult ze herkennen aan de vruchten. If you truly come to Jesus tonight with repentance and faith. Als je vanavond werkelijk tot Christus komt met berouw en geloof. Als je werkelijk op hem wilt vertrouwen. God will save you. Dan zal God je de behoudenis schenken. But the evidence will be this. Your life will begin to change. En het bewijs daarvan zal dit zijn dat je leven begint te veranderen. As you grow and God begins to change you, you will make your calling and election sure. Als je begint te groeien en God jou begint te veranderen, is het daarmee dat je je uitverkiezing
zeker stelt. Believe in Christ. Geloof in Christus. I believe that some of you use the sovereignty of God as an excuse to keep sinning against him. Ik geloof dat sommigen van jullie de